Van harte welkom allemaal. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag het laatste deel uit mijn serie de reis door de chakras, de sleutels tot verlichting. Uh, vandaag het achtste chakra. Het achtste chakra dat staat voor jouw hogere zelf. En uh, de eerste zeven chakras die zitten ook echt in, in je lichaam. En het zevende chakra hè, bij je fontanel is nou, de, de doorgang naar, uh, naar de kosmos, uh, naar de lichtwereld, maar ook naar je hogere zelf. En je kunt je hogere zelf voorstellen als een veld uh, rondom jou, uh, die door jou heen stroomt, uh, om jou heen stroomt, waar jouw lichaam en jouw ziel als het ware in wonen. En... Je hogere zelf is altijd heel, altijd compleet, uh, altijd harmonie, altijd liefde en altijd zonder oordeel. Dus jij beweegt, uh, jij denkt, uh, jij leeft, jij ademt, als het ware in jouw hogere zelf. En daar heb je altijd toegang toe. Alleen door allerlei sluiers, door de blokkades in de chakra's. De blokkade van het eerste chakra is overlevingsangst en armoede. De alleen zijn, eenzaamheid. De blokkades van het tweede chakra zijn vooral schaamte. De blokkade van het derde chakra is vooral schuld. De blokkade van het vierde chakra is verdriet. De blokkade van het keelchakra zijn leugens. Uh, en de blokkade van het zesde chakra zijn illusies. En de blokkade van het zevende chakra, dat is uh, gehechtheid aan materie. En uh, gehechtheid betekent niet dat je er niet van mag genieten. Onthecht betekent dat je er vrij van bent. En dat je er niet van afhankelijk bent voor jouw geluk. Want in contact met jouw hogere zelf, die heel is, die compleet is, die harmonie is, die liefde is. Dat ben jij allemaal ook. En de blokkades in jouw chakras, die zorgen ervoor dat je daar geen toegang toe hebt. Maar het is er altijd. En door ja, letterlijk jouw blokkades te verlichten, er bewust van te zijn, eruit te stappen, euh, ze te transformeren en ze letterlijk in het licht te zetten, dan kom jij weer in contact met je hogere zelf. En jouw hogere zelf wijst jou altijd de weg. Daarin zitten alle antwoorden. En jouw hogere zelf is ook weer verbonden met jouw bron, jouw gidsen, met de lichtwereld, met het universele weten, met de inspiratie. Dus op het moment dat jij nou je blokkades letterlijk in het licht zet en transformeert, dan herinner jij je weer wie jij werkelijk bent. En uh, kun jij weer contact maken met het achtste chakra van heelheid, eenheid en compleetheid? En alle antwoorden. Dan kun je zijn wie jij werkelijk bent. En je hart volgen. Je volle potentieel leven. Je levensenergie laten stromen. En dat kan helemaal niemand van jou afpakken. Want dat is onafhankelijk van de buitenwereld. In die zin vind ik Nelson Mandela daarin een prachtig voorbeeld. Die bijna zijn hele leven lang gevangen heeft gezeten. Maar zijn innerlijke vrijheid, dat kon niemand afpakken. Zijn innerlijke heelheid, zijn innerlijke liefde, dat was van hem. En daar kon helemaal niemand bij. En dat geldt ook voor jou. Het is zelfs zo dat, uh, uh, nou, vergevorderde shamanen, om het zo maar te noemen, uh, dat als die. Uh, in dat veld zitten van heelheid, eenheid en compleetheid en ze worden doodgeschoten, dan zie je wel gaten in hun lichaam verschijnen, maar die worden dan gewoon weer geheeld, omdat je heel en compleet bent. Dan ben jij werkelijk onaantastbaar. Nou, en om daar weer contact mee te maken, is het een hele uitdaging, maar ook uitnodiging om jouw blokkades in het licht te zetten, je er bewust van te worden. En dat betekent niet dat ze er nooit meer zullen zijn. Want angst, schuld, schaamte, verdriet, leugens... die zullen er altijd zijn op aarde. Alleen je kunt leren om er vanuit de heelheid, compleetheid en eenheid... je er niet meer door te laten leiden. Maar dat je altijd kiest voor liefde en niet meer vanuit angst. Nou, dat is het hogere, uh, je hogere zelf en het achtste chakra... Zondag 28 november dan start ik een superleuke online training. De reis door de chakra's, de sleutels tot verlichting. Ik zou het superleuk vinden als je meedoet. En uh, je kunt je vandaag nog opgeven. En ik heb ook een hele leuke Black Friday actie. Uh, waarbij je geen 295 euro betaalt, maar 95. Nou, als je niet meedoet, dan zie ik je graag in een ander filmpje weer terug. Tot ziens.